Oh. Nee, voor de, toch zou jij dat gewoon moeten doen. Dat was gewoon leuk voor, de, voor je video. Oh, video. Ja, Tess, draag hem even, want ik heb last van mijn hand. Oh. Lukt het, Tess? Ja. De struggles van mijn Bixie meisje. Oh. Het is vandaag allemaal voor jou. Alleen over jou. Wat doe ik toch allemaal voor jou? Dingen doen. Misschien kan je even water in de bak gooien en dan kan ze drinken. Dan ga ik je daarna aanmelden. Oh, oh, oh. Ga ik nou die waterbak vinden? Oh, oh. Die is helemaal leeg. Had hij vast dorst? Maar hier is hij ook leeg hoor. Nee, hij is een klein beetje toch? Ja, oké. Okay. Hier zit nog een beetje in. Er zit nog een beetje in. Die was spirit helemaal leeg. Wel, we gaan zo niet. Oh, dank je. Dan kan ik tenminste filmen, hè? Ja. Weet je? Ik heb een goodie bag gekregen en ik ga laten zien wat erin zit. Er zitten kaarten in, daar zijn hun nu mee bezig. Er zit in een Bixie rosette. Zo. Wacht, ik moet hem even helemaal mooi doen, zo. Zo, een Bixie rosette zit erin. Ik leg hem even daar neer. Dan zit erin een haarklip. Voor een knot. Een knotclip. Dan zit er nog meer in. Hoe kan het ook anders? Een roze borstel. Kan je zelf borstelen? Dan heb ik een. Volgens mij een. Ik weet niet wat het is. Het ziet er wel goed uit. Ik ga het even openmaken. Zo. Hier zo. Kan ik hier denk ik mijn sleutel hangen. Zo. Tadaa. Dan. Nou, daarvan zitten er twee in. Maar ja, ik kan die andere even niet zien. Wat hier heb ik snoepjes. Nou, dit is van Pavel. Hebben we brokjes. Hebben we een boek van die pose. Een kortingskaart. Daar een haarklip. Een borstel en ik pak even nog wat. Oh ja, de Bixie rosette heb ik al laten zien. Dus die hoef ik niet te pakken. En dan heb ik ook nog eentje. En ik weet al wat ik hiermee ga doen. Ik ga deze weggeven voor jullie. En wat je daarvan moet doen is op de video op ons kanaal abonneren. En deze video doorsturen. En daar moet je dan een screenshot van maken, naar ons toesturen. En dan kan je... Ja, kans maken om pizza te winnen. Dus veel succes! Nou, ik krijg een privéles bij Joyce. Ja, de les is afgemeld, hè? Ja. Nou, daar gaan we. Zeg je? Dan? Oh. We staan gewoon samen. Hè? Ja. We staan gewoon samen. Hé, even opruimen, Tess. Wat? Kim, iemand. Oh, ja, ze heeft gepoept. Ik ga nou op zakenverdeling. Samen met Kim. Ken je er nog? Ja. Welkom in ons parcours. Eerst maar even lekker rustig rondstappen. Een beetje ruim om de hindernissen heen. Ja. Nou, welkom bij de obstakelveling. Dankjewel. Ik ben Joyce de Vos en ik geef vandaag hier de obstakeltraining. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? We gaan een half uur lang gaan we met allerlei obstakels aan de slag.
Dat is lekker, dacht ze. Nee, niet trekken, Tess. Ze mag erin bijten, zei Joyce. Ja, dat mag. Maar ze is er niet, gewoon niet bang van. Nee, als ze echt gaat opeten, dan halen we ze wel even uit de mond, oké? Ja. Nou, kom eens, Tess. Ja, kom maar. Oeh, goed zo. En daar is ons Kimmetje. En ons Kimmetje, dat zou niet goed gaan zonder eten. Precies. We hebben heerlijke poffertjes vandaag. En het is nooit te vroeg voor poffertjes. Nooit te vroeg. Hoe laat is het nu dan? 10 uur. Ik bedoel maar, best tijd voor toch poffertjes. Ja. Ga naar Pixie spel toe. Yay! Ik heb net mijn Pixie-spel gedaan en ik ben de eerste geworden. En we hebben allemaal een prijsje gekregen. Maar en ik heb zo veel gesprongen. En jij? Ik heb gedresseerd en springles gedaan. Hoe hoog heb je gesprongen? 70 tot 80 centimeter. Dat is toch geen Pixie-springen meer? Nee. Nee. Vond ik ook al. Maar met hoeveel was je dan? In mijn eentje. Oh. Ja. Nou, dan heb je wel ook de aandacht voor jezelf. Ja. Nou, ik ga naar de dresseerles en denk de mama ook nog een stukje wat filmen. Dus, ja. Heb je er zin in? Ja. Niet spannend? Beetje. Weet je wel, waarom? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Zo'n beetje spannend. Bel is braaf. Alleen hinnik ze nogal veel. Dat wel. Bel is echt helemaal wat niet. Wat zei je, Tess? Bel zei helemaal niet. Nee, Bel is echt braaf. Ze doet hartstikke goed. Ja. Brave pony. Ja, dat wel. Zou ik dan ook te vertellen? Kijk, Pony, je moet even de baard afscheren. Oh. Wat leuk je netjes. In de netjes. Volgende week wordt ze man. Man? Oh. Nee, ze wordt een haan. Kijk, staat hier en staat er zo, altijd zo'n plukje omhoog. Doe je toch allemaal met die pony van je? Ja! Nou, we bel. Volgens mij ben je schoor morgen. Kom. Morgen kan ze niet meer. Nou, wat vind jij ervan van Mixie dan? Ik vond het heel leuk en... ja, je ziet ook hele schattige ponies en dat is ook gelukkig om te zien. Dus ik vond het een geslaagde dag. Ik ook. En jij, Kim? Wat vind jij ervan als Grom? Het was zwaar als Grom. Maar goed, nu gaan we niet. We hebben een lekker uitje. Vergeet niet naar Kim haar video te kijken. Die is echt heel grappig geworden. Een Bixie Groom voor een dag. Oh nee, gewoon Bixie Groom, denk ik. Hij heet Bixie Groom. Jessens! Ja, doe maar. Bixie Groom en dan even Jessens. Doe maar. Ja, we gaan nu. Bixie Groom! Zo goed. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duim omhoog. En vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende keer. Doeg! Ja, goed, kindjes.